Laurens van Lieren, KNS-kampioen ZZ Licht. Hoe heb je dit kampioenschap ervaren? Ja, toch wel heel erg spannend. Ik was eigenlijk de tweede en de derde dag best zenuwachtig. Zeker voor de kuur heb ik me eigenlijk een beetje... Ik zei tegen mijn vriendin, ik heb me aangesteld als een klein kind. Maar nou, het was een heel mooi kampioenschap. Heel spannend, omdat het een brede, sterke groep was. En uiteindelijk, als je het achteraf bekijkt, dan lijk ik een overtuigende winnaar. Omdat ik gewoon drie dagen gewonnen heb. Dus ik ben echt ontzettend blij met dit kampioenschap. En Wonderboy alle drie de dagen goed? Ja, ja, Presence Wonderboy is, ja, is echt een van mijn favoriete paarden. Ik heb meerdere goede paarden, maar dit is wel echt een hele speciale. En ja, ik ben hem aan het opleiden en ja, ik moet zeggen, dit is zijn eerste kampioenschap. Hij had in de sport nog niet gelopen. Ja, wel hengstencompetitie als jongpaard en onder mij ook dit afgelopen seizoen. En ja, met mooie resultaten en in Den Bosch liep hij ook super. Maar dit is zijn eerste ja, wedstrijdcarrière, zeg maar. En zijn eerste grote kampioenschap. En als hij dan zo drie dagen achter elkaar zo constant presteert, ja, ik ben heel trots op dit paard. En straks ga je naar Badmen, daar is de hengstenshow. Ja, Wonderboy gaat straks naar de hengstenshow van Brinkman, van hengsthouderij Brinkman. En daar gaan we als kerstverse ZZ Lichtkampioen even een mooie show weggeven. En een aantal dekkingen binnenslepen. Ja, daar gaan we een paar dekkingen binnenslepen. De belangstellenden die kunnen daar nog naartoe komen in Badmen. Maar ja, dat is een slagroom op de taart, zullen we maar zeggen. En je hebt nu een vriendin die ook hoog in de sport rijdt? Ja, ik heb een vriendin die hoger rijdt dan ik. Dat is ook nieuw. Motiveert dat? Nee, absoluut. We hebben een heel leuk kampioenschap gehad. Zij moet nog rijden straks. Het is nog heel spannend. Ze staat aan de leiding in het lichte tourkampioenschap. Linne Maas hebben we het dan over. Ja. Voor de kijkers thuis. Maar ja, dat is heel leuk. We hebben een heel leuk weekend gehad zo samen. En ja, vorige week had ik iets gehoord van een jonge man op het indoorkampioenschap bij de ponies. Die iedere dag een boterham met appelstroop had voordat hij moest rijden. En ik kan je zeggen, dat werkt. Ik heb het geprobeerd en het werkt. Geniet van je overwinning. Dankjewel. En namens de juryleden van vandaag, van de deze klasse, zet ze het met mevrouw.